Sinds maandag 4 juni is Ludwig van den Hoven langer burgemeester dan zijn voorganger Jeff Kleren. Bij Kleren stopte de teller op 6.364 dagen in functie. Van den Hoven stak de vorige burgemeester vorige maandag voorbij, maar is nog niet de langst regerende burgemeester van Sint-Truiden. Die eer gaat naar Nicolas Delgeur, die maar liefst 22 jaar en 6 maanden burgemeester was. Het nieuwe Sint-Truidens toneel heeft met drinkende goden Duvel 2 Hendrikjes gewonnen op het provinciaal toneeltoernooi Het Open Doek. De Hendrikjes zijn zowat de Oscars in de provinciale toneelwereld. Eerder behaalde Polstas al een derde plaats in de Gouden Doekverkiezing met het stuk Unie Royale. En Limburg wordt zwaar getroffen door de besparingen in de cultuursector. Dat blijkt uit de publicatie van de definitieve adviezen van de adviesraden. In Sint-Truiden dreigen de subsidies voor Villa Arti weg te vallen. De beslissing over de verdeling van de subsidies wordt eind juni bekendgemaakt. En de tweede damesvoetbalploeg van STVV doet het aanmerkelijk beter dan hun mannelijke tegenhangers. Vorige zaterdag wonnen ze hun testwedstrijd tegen Waregem met 5-0. En daarmee promoveren ze naar tweede nationale.